P&M Furniture is gespecialiseerd in horecabedrijven inrichten. Dus dat wil zeggen van ontwerp tot aan het complete interieur. Assortiment bestaat dus uit enerzijds designwerkzaamheden, ontwerpen van interieurs. Anderzijds gewoon uit stoelen, tafels, barkruk, banken op maat. En daarnaast uit complete interieurs. En dat, zo'n interieur dat bestaat dan uit vloeren, wanden, plafonds, verlichting. Dus ja, alles wat je ziet en alles wat eigenlijk een bepaalde sfeer en beleving kan bieden. Dus we kijken altijd natuurlijk naar wat is de doelgroep van de klant, wat is zijn concept. En we zorgen dat alles daarop afgestemd wordt. Dus we stellen daarin de klant centraal en niet onze eigen ideeën. Wij ontwerpen de interieurs voor de klant. Wij doen dat gelijk live met de klant, wordt het allemaal in 3D getekend. Dus die klant kan zelf zien precies hoe het gaat worden. Die kan zelf nog wijzigingen aanbrengen. Dus die heeft een heel goed idee hoe het eruit komt te zien. De unieke benadering wat wij hebben is natuurlijk dat wij een project van A tot en met Z kunnen ontwerpen en ook kunnen opleveren, zeg maar. Dus dat we zowel het interieurontwerp als de interieurbouw, vloeren, wanden, plafonds, verlichting, dus compleet kunnen maken. Dus de klant die wordt volledig ontzorgd, een soort one-stop shopping. En zo kunnen we dus dat helemaal verzorgen voor de klant. Ja, dus naast het bedrijf in Nederland hebben we nog een bedrijf in Duitsland en in Roemenië. Dus we werken intensief met elkaar samen, zodat we de klant eigenlijk een complete oplossing kunnen bieden. We hebben naast onze eigen collectie, dus de producten die we zelf ontwikkeld hebben, hebben we ook bekende merken in ons assortiment, ja, om het assortiment compleet te maken. Ja, wij zien nog enorme mogelijkheden om door te groeien. Ja, de horeca draait natuurlijk ook goed. Je ziet het ook steeds meer, beleving, sfeer en beleving, dat wordt steeds belangrijker ook. Je ziet het ook op kantoren, niet alleen maar in de restaurants. En daar kunnen wij gewoon een goede invulling voor bieden, denk ik.